Nummer 100 van Babbitton Inside, een mijlpaal. Wat ooit begon in de zaal bij Velo, is uitgemond in een serieuze Babbitton podcast. Vandaag nemen we in de kantine van TFS Barendrecht een kraker van een uitzending op. Welkom bij podcast nummer 100. Ja, het publiek wordt ook gek, hè? Het publiek wordt helemaal... Het zit hier afgeladen. Michiel, wat leuk... Oh. Wat leuk dat je er bent, wou je zeggen. Ja, jongens, waar is Michiel? Ik zou het niet weten. Ik hoop op de padelbaan. Ik hoop dat het goed gaat. Ja. Maar Michiel, ik vind het waardeloos dat je er niet bent. Ja, ja. Ik vind het heel erg jammer. Echt teleurstellend. Want hij was ook een van de grondleggers. Maar, is dat zo? Ja, de echte grondlegger hebben we hier aan tafel zitten. Want ik heb hem even teruggekeken, Robert. Uitzending, nummer 1. Ja. Dat was echt walgelijk slecht. Ja, ik hoorde je dat de vorige podcast ook zeggen. Dat vind ik dan een beetje jammer. Jammer is dat. Want je moet ook alles in historisch perspectief zien natuurlijk. Waar, jij stond ook maar een beetje te klooien met je camera. Absoluut. Zo is het ook, hè? Zo de sfeer is gezellig. Nee, maar je hebt wel gelijk. Het geluid was niet best. En inmiddels zijn we wel een paar stapjes verder, hè? Nou ja, maar goed. Het is niet meer live, hè? Er was toen mooi met opnames en zo. Ja, we hadden toen was meer een video dan een podcast. Ja. Het was live in de Velohal toen. Ja, dat was heel leuk. En Russell, nou ja, die komt nog wel uitgebreid, denk Wie? Ik. Wie? Ja. Russell heet hij. Russell Runs. Ook een van de grondleggers. Een van de grondleggers, absoluut. Oh, toen leuke dingetjes tussendoor. Het was echt een show, hè? Ja, dus, zeker. Traditioneel gezien maakte Russell ook altijd het videomateriaal wat ik nooit kreeg. Dus dat is ook deze uitzending. Top. Ja, de bingo kaart is weer bijna compleet, want we zitten bij TFS Barendrecht. Jack! Achter ons hangt de shirt van Meerteloos. Ah, pop! Ja. Ja, en wat hadden we nog meer op de bingo-kaart? Ja, weet ik niet. Komt straks wel voorbij. Jongens, we hebben wel een hele leuke uitzending. Zonder koptelefoons, wel bevrijdend een keertje. Ik heb hem nooit op, hoor. Nee, die geef ik jou straks gelijk. Oh, dat is wel lekker dat je wel het minst. Maar we hebben ook een aantal gasten. En die gasten die hebben natuurlijk voor de 100ste podcast, maar ook omdat er een beetje naai nieuws is geweest. Oké. De subsidie van NOC-NSF stopt. Eigenlijk kon het niet op een beter moment voor onze podcast, hè, want dan hebben we gelijk wat te melden. Volgens mij hebben ze daar ook op gewacht, hoor, denk ik. Ja, ik denk het wel. Het gaat meestal om ons. Hè? Ja, meestal wel. Precies. Ja. Wie zijn er? Vertellen. Nou, wij hebben uiteraard hoog bezoek vanuit Badminton Nederland. We hebben de voorzitter, Jan Helmond. Welkom. Ja. En we hebben het bestuurslid Topsport van BNL. En Para Badminton. Dat is Pieter van Soerland. We zijn hartstikke blij dat zij hier vanavond bij ons willen zijn. Om onder andere te praten over dit toch wel vervelende nieuws. Ja. Het is meer dan vervelend nieuws. Wij gaan het straks eens over hebben. Ik wil eerst even snel die eredivisie met jullie aftikken. Ja. Ja. Dan hebben we die gehad. Ja. De laatste ronde is net geweest, hè? Is net afgerond. Is die geworden wat we dachten, of niet? 7-1, maar daar komen we straks op. 7-1? Ja. Hou hem even vast. Ja, maar laten we die maar meteen beetpakken. Jeetje, nu al. Want dat ene punt... De mix. Freek Kolinski en Lieke Maas. Ja, die winnen van Alex Vlaar en Cheryl Seijnen. De Belgische godenzoon. Niet normaal. Maar, man, 21-19 in de derde game. Wie had dat zien aankomen? Die ik niet, Freek. Jij? Verwacht. Nee. En had jij die wel aanzien? Nee, want ik was mijn tarotkaarten kwijt. Ja, en zijn glazen bol was in Chinees geschreven. Ja, die heb ik uit het raam gekleurd, die glazen bol. wat was de voorspelling eigenlijk van jou? Nee, die hebben we niet gehad volgens mij. Die hebben we niet gedaan? Nee, die hebben we niet gedaan. Dus ik heb alles goed voor een keer. Dat is ook wel lekker. Oké, maar vind jij het een verrassende uitslag überhaupt? Ja, ik had wel 8-0 verwacht als ik de opstelling had gezien. Had ik wel 8-0 verwacht. En het verbaast me eerlijk gezegd dat die laatste mix verloren is. Want Alex en Cheryl zijn natuurlijk wel... Ze zijn niet de minste. Nee, zeker niet. Juist heel goed. Ja, zeker. Maar dat is nog niet de plus. Het is gewoon gespeeld, toch? De Eredivisie is al lang beslist. Er is eigenlijk geen enige reden duidelijk. Dat had Jorrit al gezegd, hè? Ja, dat is duidelijk. Ja, al drie podcasts geleden. Zijn glazen bol werkt daar wel goed. Robert, had jij deze aanzien komen? 7-1? Nee, 7-1 zeker niet. En zeker niet deze mix dan. Als er iets verloren zou zijn, zeker niet deze. Maar goed, ik had geen verliespunt gezien. Nee, helemaal niet eigenlijk. Ik zei ook niet. Nee. Maar nogmaals, maakt het wat uit voor de stand? Ik bedoel, nu staat Duinwijk bovenaan met 52. Dat is te snel. We tikken hem te snel af. We gaan hem wel snel aftikken, maar we gaan even door naar de volgende wedstrijd. We rammen hier doorheen, hè, jongens. Noem er nog eens eentje op. Dunlop DKC tegen Roosterse. Ja, was een makkie, hè? Was 6-2 voor DKC.
Waarbij de damesdubbel traditioneel gezien dit seizoen door DKC wordt verloren. Ja. Dit keer stond het Chloe Tsai en Marlies Baan. Good old Marlies Baan. Ja, die meestal veel beter speelt als ze nooit speelt. Ja, en die volgens mij al 2 keer gestopt zou zijn. En toch elke keer wordt teruggebracht. Ja. En het was de tweede dames enkel, ook Chloe Tsai, die verloor van Xenia Koumel. En de rest ging gewoon naar... Jorrit, Gijs heeft gedubbeld. Nou, dat mag toch ook wel eens een keer in de boeken dan. Ja. Heeft hij niet gezingeld? Nee, want Joran en Michiel Kruid. Michiel Kruid, is dat? Die heeft gezingeld. Dus het padeltoernooi was gisteren nog niet gestart. Nee, hij heeft nu wel zware benen. Nou ja, normaal wordt hij op de bank gezet de laatste weken. En nu mag hij opdraven voor een tweede heren enkel. Ja. Ja. Maar dat is logisch, jongens, want de rest krijgt voorrang natuurlijk. Oh nee, toch niet. Nee. Maar maakt niet uit. 6-2 was ook wel aardig te voorspellen. Wat is de volgende partij? Ja, want ik wil de man aan tafel hebben. Je wil de man aan tafel. Ja. Goed, prima. Dan gaan we naar Velo Duinwijk. Nou, Frank, wat wil je daarover zeggen? Want jij bent de coach van Velo. Ja, zeker. Dus jij zat daar echt bovenop. Ik zat er bovenop. Hoe was die wedstrijd voor jou? Had je op voorhand gedacht dat je 2 punten zou scoren? Nou, vooraf weet je dat Duinwijk is natuurlijk gewoon een sterke ploeg. Dus daar bereid je je al op voor. En dan komen ze binnen. En dan is het en Ties, en Brian, en Deborah, en Alyssa, en Aram, en Adit. En toen dacht ik, wow, dat is wel meer dan op je inschrijflijst, kan je niet meenemen. En toen mijn tweede gedachte was, waarom doe je dit? Het kost Duinwijk gewoon €20.000 voor 1 avond bij Velo badmintonnen. Maar prima. Dat soort bedragen ken je niet. Ik vat het op als compliment. Ik denk, nou, blijkbaar vind je het nodig. En toen zag ik de opstelling en toen dacht ik, nou, jullie gaan niet naar huis met het gewenste resultaat. Althans, ik ga ervan uit dat je dit niet wil. Want ik zag mijn 2 dames gewoon schitteren en eigenlijk doen wat ze moesten doen. Amy Tan heeft gewonnen van Chloe Meijer. Best wel ruim ook. Dik, met 11-8. Ja, wel ruim, ja. Want dat is een reprise, een herhaling van de NK-finale. Niet moeilijke woorden gebruikt. Nee, sorry. Nee, maar je herstelt gelijk. We hebben geen voetbalpubliek. Ik zit aan de zuip en dan komen gelijk weer allemaal woorden uit. Niet normaal. Dat vocabulaire. Nee, maar even serieus, want dat is de finale van de NK geweest, toch? Ja, dat was zeker. Amy Tant, maar dan kun je beter de NK-finale winnen dan ja, maar dat is echt een groot verschil. Wat is er gebeurd? Nou, nee, Chloe was vorige wedstrijd ook niet zo scherp, hè? Die zit Chloe even zit er even niet in. Niet op de sterkst. En laten we ook gewoon de rest de schuld geven, hè? De shuttles waren echt gewoon helemaal kut. En de hal was koud. Ja. Allemaal dingen die Velo gewend is, bedoel je? Ja, thuisvoordeel. Hoe was het in de kleedkamer? Ja. Stonden ze weer tot hun enkels in de... Het was gewoon goor. Het was weer goor. Ja. Ja. En ja. Is eigenlijk helemaal niks veranderd in 10 jaar tijd. Water wat dan net niet lekker kan douchen. Ja. Breng hem erin, de tweede single. Maar Amy heeft het gewoon goed gedaan. Ja, hij heeft heel goed gedaan. Chapeau. Sowieso, Amy staat gewoon lekker op de baan op het moment. Alles gewonnen tot de singles. En volgend jaar niet bij Velo, wel bij Velo. Waarom? Waarom niet bevelen? Omdat jullie geen eredivisie spelen volgend jaar. Ik weet niet of zij... Jongen, vind jij dat zij dan moet blijven hangen? Wil je dat ik antwoord als coach? Of, ik wil dat je als spelersmakelaar van... badmintonliefhebber. Hoort Amy thuis in de eerste divisie? Ik weet niet of ik haar zou adviseren om überhaupt in de Nederlandse eredivisie te blijven. Misschien Duitsland of zo? Speelt ze al, maar... Misschien moet je haar uitdaging ergens anders vinden. Je wilde gewoon niet kwijt aan de andere Nederlandse. Nee, natuurlijk. Oké, ga door. Je had nog een dames single. Ja, en dat was Veda Diemel tegen TVS Barendrechter Meerteloos. Ja. Een van de vorige uitzendingen hebben wij gesproken over een tweede onderdeel die Meerte zou moeten spelen. En waarom niet singelen? Want dat kan ze nog steeds. Ja, je zit er echt naast. Ze speelt altijd 2 onderdelen. Dames dubbel en dames mix. Dat doet ze al. Dames mix. Vooral dames mix. Mix dubbel. Oké, dus je wil ontkennen dat we niet ergens in een vorige uitzending hebben gesproken over waarom Meerte niet in de single. Nee, Meerte heeft aangeboden een keer te willen gaan singelen als het echt nodig is. Okay. Helaas was dat echt nodig. Wat is er gebeurd dat het echt nodig was? Nou ja, ze hebben natuurlijk, zelfs DKC natuurlijk geen echte damesdubbel heeft. Mm-hmm. Heeft Duinwijk natuurlijk maar 1 singellijn. Ze dachten Nadia te hebben, maar ja, het blijkt toch allemaal niet te werken. Ik weet niet wat daar aan de hand is. Ik zit natuurlijk niet inside de cirkel van Duinwijk. Maar die is niet fit. Ik weet het niet. Ik heb geen flauw idee. Maar ze is er niet. Dus heeft Meerte gezegd, nou ja, goed, als het dan echt moet, dan ga ik wel een keer singelen. Het is wel 2,5 jaar terug en die zaal is koud en die shuttles zijn slecht. En die douche. En dat veld is ineens hartstikke groot. Ja, dat is zo wel veel groot, lopen. Maar, nee, het was wel, ze wisten dubbellijnen goed te vinden in de single helaas. Ja. Ja, nee, maar ze heeft gedaan wat ze kon. En inderdaad, als je jarenlang al geen single meer traint en dan opeens dat moet doen, dan
Dan kan je dit verwachten. Ja, althans, je kan niet iets anders verwachten. En dan wil ik ook nog even een shout-out doen naar Senna van den Beukel. Ik heb weer een debutant in de Eredivisie. Met 15 jaar staat hij daar toch wel. Hoe komt dat dan? Hoe komt het wat? Nou, dat je weer een debutant hebt. Omdat wij invallers moeten gebruiken. Omdat jullie vaste spelers? Nee, we hebben maar twee vaste heren op dit moment. En dat zijn Mees Jansen en Rens Legrouw. Zijn die tickets van Jim en Russel nog steeds niet geboekt? Jawel, maar die vluchten, ik weet niet waar ze zijn. Jullie zijn toch geen 20.000 per wedstrijd kwijt? Dus zeker niet. Kunnen, ja. Zeker niet. Zeker niet. Het gaat echt, we zijn gisteren niks kwijtgeraakt. Jongens, we moeten dit wel vaker doen. Hoor. Zo. Dit is leuk, hè? Ja, dit is veel leuker. Leuk, ik weet, vraag me af of Jim en Russel niet in die Aziatische bus zitten. Dat bedenk ja, ik Ja, dat wanneer. Zou wel kunnen. Ja, nee, ik weet dat Russel op dit moment aan het verhuizen is. Ja, dus, dat klopt. Hij gaat naar, ik denk ongeveer wel de lelijkste plek in Amerika. Ja, en dat is? Chicago. Chicago, ja. Dat is de Industrial Palace of America. Ja, damn. Dus, en dat komt omdat zijn partner heeft een baan daar. Oh, echt? Ja, dat wist ik niet. Oh, dat wist je niet. Nee, dat wist ik weer niet. Oké, okay, nou, ik wist dat hij zou de intro maken, maar dat heeft niet gedaan. Ik heb nog wel app-contact met Russel. Oh, alleen, het is net zoals met pakketjes, zit er gewoon vertraging in wanneer je een antwoord krijgt. Ja, dat ken ik dat. Het duurt 2 werkdagen. En dan, maar goed, het is Russel, we houden van hem zoals hij is. Zeker, zonder meer. En dan hebben we er nog eentje. Ja. Amersfoort Dropshot. Ja, wat en was dat? En dat is 3-5. En dat is een winst geworden voor Dropshot uit Den Haag. Ja. En het was natuurlijk ook bij afwezigheid van Nick Fransman. Maar er stond nu een keer een andere jongen naast Timo Stoffelen. Nou, inderdaad. Robert zegt het al. Iris van Leijzen, die wil ik er ook wel even uithalen. Ja, want die stond de finale te spelen op de Welsh International. Ja. Een international serie. Ja. Met haar Australische partner, denk ik. Nozomi heet ze dan. Ja, dus ze zal waarschijnlijk niet helemaal Australisch zijn. Maar ze komt uit voor ze komt uit voor Australië. Ja, precies. Maar dat is echt een hele goede, knappe prestatie om daar zilver op te halen in Wales. Goede dubbeldame ook, hoor. Een Aziatische dame die vroeger met een andere Australische dubbelde. Okay. En nu al 2 keer gespeeld heeft met Iris. Ja. Dus die was er ook niet. Maar jij was erbij, neem ik aan. Waar? De Welsh Open? Nee, bij die wedstrijd gisteren. Nee, daar was ik niet bij. Oké. Okay. Nee. Wil je er iets over kwijt? Nee, ook niet. Nou, dankjewel, Robert. Dat wil zeggen, dat ik het wel knap vind dat er eigenlijk nog gewonnen is. Dat had ik eigenlijk van tevoren niet bedacht. Nee? Nee. Okay. Want? Hadden jullie dat ook als team niet bedacht? Nee. Ik dacht 4-4 zou ik wel mooi vinden. Nou, kijk nou wie daar meedoet. Ja, nou, ik zie gewoon allemaal ervaren Eredivisie spelen. Ja, maar allemaal mensen die niet met elkaar spelen, van nature niet met elkaar spelen. Dus allemaal. Jij ziet dit als een absoluut gewonnen wedstrijd? Ja, ik zie het als een gewonnen wedstrijd. Ja. Dit was eigenlijk 4-4 hadden we mooi gevonden. Maar liggen er nog kansen, Robert? Waarvoor? Kampioenschap? Nee, natuurlijk niet. Ik moet zeggen dat je wel heel duidelijk bent vandaag. Nee, maar ja, dat is natuurlijk lang gespeeld, want we nummers 1 en 2 gaan de finale spelen. Dus wij staan 6 of... 8 punten al op Duinwijk staan we al weg. Dus wat is nu jouw rol nog bij het eerste team van Dropshot? Niks. Ik doe niks. Nee, supporter. Ja, supporter. Ja, supporter. En als we thuis spelen, kondig ik aan. Dat vind ik natuurlijk super gaaf om te doen. Ik vind het wel mooi omdat je zegt, we hadden niet verwacht te winnen. Ja, maar dit is onze club, hè. Dus, ja, oké. Okay, dus maar ik word heel... Ik word wel in de lead gehouden. Ja. En van, zullen we dit doen of dat? Of wat vind jij? Of welke spelers gaan we volgend jaar wel niet? Hoe vinden we dit? Luister, je hebt Robert is echt dropshotten in hart en nieren. Zeker. Hij zit daar met zijn hart in en hij wil gewoon dat ze winnen. Ja. Maar hij is ook realist, hè, denk ik. En hij ziet ook wel dat dit misschien wel nu een brug te ver is. Ja. Ik weet niet of ze bij... Zou je denken dat ze dat bij DKC ook vinden? 9 punten achter? DKC heeft ook opgegeven. Volgens mij hebben ze gewoon al opgegeven. Ja. Ja. En dat snap ik ook heel goed. Waarom zou je nu nog maximaal de kar leegtrekken als je toch al weet dat je dit niet meer gaat halen? Moeten we straks toch eens aan Jan vragen waar die halve finale gebleven is. Ja, en misschien nog beter aan Pieter. Dat je dat zo beter aan Pieter zou kunnen. Ja. Daar gaan we nog wel even... Nee, maar daar moeten we zeker over hebben. Want er valt eigenlijk nu niks meer voor te strijden voor 3 en 4. Ja. En toch zag ik ook wel wat voordelen aan deze constructie, maar... Ik blijf daar buiten. We gaan eerst de Eredivisie af. Dat is jammer. Ja. Verder nog, viel jou nog wat? Nou, ik vind opvallend dat David Sugiharto... Nou, bijvoorbeeld. Laten we die nou eens noemen. Bizar. Ja. Had jij dan verwacht dat die man zo lang niet speelt? Is een paar keer nu echt wel stevig aan het trainen. Dat hij zo'n single op de mat legt? Tegen de Hoksbergen, toch? Tegen de Hoksbergen. En wat doet hij? Hij wint op fitheid. Ja. Moet je kijken, want kijk maar naar die uitslag. Ja, maar Bart is er ook aardig fit. Daarom. Nou ja. Dus als hij zo'n tijd niet gespeeld heeft. De uitslagen 23-21 voor Bart. Dan 21... dan 25-27. Hele spannende tweede game die David won. En 11-21 in de derde game. En toen was het klaar. Ik was er dus niet bij, maar het lijkt of Bart leeg was. Ja.
En dat David dan wint op fitheid, vind ik toch wel bijzonder. David is sowieso een prima speler. Hè, nou, ik zou prima, eigenlijk vind ik het minder waard. Het is jammer dat de jongen even gestopt is. Ja. Maar dat is volgens mij de top van Nederland. Ja. Dat moet hij ook weer, hij moet er weer zin in krijgen. Volgens mij gaat hij er ook weer, is hij weer bezig om zin te krijgen. Ja. Als die man zou trainen, dan denk ik dat hij kampioen van Nederland is. Maar ja, moet maar hij wel volhouden. Maar hij traint dus blijkbaar niet. Nee, hij heeft nu weer wel. Hij had hele andere ideeën en wensen in zijn leven. Ja. Carrière. Maar dat mag ook. Ja, daarom. Dus, en nu die weer terugkomt. Ja, hij is natuurlijk nog niet zo oud. Hij kan nog makkelijk terugkomen. Ja, dus ik hoop dat hij dat ook doet. Ik hoor dus dat hij de laatste tijd inderdaad weer bezig is en weer er plezier in heeft. Ja, dat is zeker wel waar. En dat is cruciaal. En dat is ook mede te danken weer, en dan moet ik ook even een shout-out aan Lars Kroos, want het is wel de meest loyale, fijne fan die je kan hebben in je club. Maar die trekt ook David altijd weer mee in samen toch sparren. Hebben jullie je team eigenlijk al staan voor volgend jaar? Nee, wel ideeën, maar al onze sponsorcontracten lopen ook af. Hè, dus wij hebben best wel een spannende periode te gaan. Oké, ja, heftig. Wanneer beginnen jullie met de voorbereidingen voor volgend seizoen? Ja, ik denk dat wij volgende week gaan beginnen. Ik ga deze week denk ik met iedereen overleggen hoe staan we ervoor. En dan wat zou ons ideale team zijn, wat moet het gaan kosten. En dan moeten we sponsors langs en geld ophalen. En als dat niet kan, bijschaven. We nemen dit nu op 1 december, dus je begint eind kalenderjaar begin je wel. Ja, ik denk het wel. Omdat, kijk, in het begin wil ik het niet, maar nu ligt het wel vrij duidelijk wie wat gaat spelen, wanneer en op welk niveau. Dus, houden jullie dan ook, jullie zitten naast elkaar nu, maar houden jullie dan ook een beetje in de gaten zo'n speler als Amy? Nou, de vraag stellen is een beantwoorden, denk ik. Kan je zelf ook wel. Wel vorig seizoen hebben we ook al. Nee, maar ik ben altijd heel transparant. Met Amy hebben we ook overleg gehad. Ja. En Amy is ook zo'n gouden vrouw die je moet hebben. Zij is zo ontzettend trouw gebleven aan de club. Ook toen de club het heel moeilijk had. Nou ja, dat soort types. Ja, daar zijn er maar weinig van. Ik heb wel eens andere momenten meegemaakt. Dus ook zij is echt staat bij mij. Ja. Met wie dan? Jongens, namen. Nou, we hebben er achteraf geen spijt van natuurlijk. Dat zie je ook. Maar zij staat wel echt op een uniek podium, hoor, Amy. Ja. Met haar gedrag en haar manier van hoe zij naar een club en de loyaliteit opbrengt. Ja. Serieus, knap deels. Ja. Nog even Lars Kroos, zijn single tegen Angus. Tegen biefstuk. Biefstuk Bel. Hij had er niet heel veel moeite mee. 9-21, 17-21. Ja. Nee, dat was een... makkelijke overwinning. Was ook wel een beetje. Had jij dat verwacht? Ja. Eigenlijk? Ja? Oh, zo makkelijk? Ja, omdat Lars dit seizoen is gewoon goed bezig. Ja. En Angus is echt nog wel een jong man. Ja, en ik heb Angus zelf nu gezien, omdat we tegen hem speelden. Ja. En wat ik toen ook in de podcast zei, de basisslagen beheerst hij allemaal, maar verder is het niet heel iets bijzonders. En dat bedoel ik niet negatief, maar het is niet, hij heeft niet een fantastische smash of hij heeft gewoon de basis. Ja. En Lars heeft natuurlijk wel wat extra's. Ja. Dus, oké, jongens, ik moet hakken vandaag. Volgende wedstrijd. Waarom? Er zijn geen andere wedstrijden. Oh, we zijn klaar. Nou. Ja, Frank, doe even een tussenstand. Een tussenstandje? Ja, nu mag het wel. Nu mag het wel. Voor dat hij is helemaal geüpdate ook, denk ik. Hij is bij. Jullie zijn bijna van baf. De stand na 9 speelrondes. Dankjewel. Duinwijk, 52 punten. Daarna volgt Fit Almere op nummer 2. Nee. Wat zit je nou te doen? Je moet even refreshen. Zit je aan teletext? Fit Almere met 54 punten. Goed hersteld. Jongen. Samen dit knippen we eruit. Duinwijk op 2 met 52 punten. Dropshot volgt daarna met 44. DKC op de vierde plek met 43 punten. Amersfoort op plek 5 met 28 punten. Dat is wel een enorm gat, hè, trouwens. Nee, dat is schrikbarend groot gat. Ongelooflijk. Gewoon gehalveerd bijna. Niet normaal. Ja, maar dit is gewoon de ouderwetse kampioenspool en degradatiepool. Ja. Amersfoort 28, dan volgt Smashing op plek 6 met 27 punten. Dan Roosersen op plek 7 met 24 punten. En dan Velo Badminton op de laatste plaats met 16 punten. Ja. Wat heb jij gisteren gezegd om af te sluiten het onderwerp Eredivisie tegen jouw team? Niks. Oh, nou, dat is lekker uit elkaar gegaan. Wij hebben het... niet zoveel coaching. Tot volgende week. Was weer goed, jongens. Later. Fijne zondag. Wij gebruiken het team, de teambespreking nadien om dingen te evalueren. En dit keer heb ik het aan het team zelf overgelaten. Dus, en wat was de tendens? De tendens was dat wij... eigenlijk wel positief. We vonden elkaar ontspannen, maar wel heel erg motiverend naar elkaar toe. De sfeer vind ik, en dat is een compliment aan het team, ondanks deze prestaties, want verliezen is nooit leuk, is die eigenlijk altijd wel goed naar elkaar toe. Ik denk dat we er maximale uit hebben gehaald gisteren. Bent het, verliezen? Nee, nooit. En wat ik zei, verliezen doet altijd pijn, en ook al weet je dit. Ze hebben ook uitgesproken dat zo'n pauze met een RSK ertussen, dat was heel fijn, omdat ze daar weer gewonnen hebben. Ja. En winnen was dan ook wel weer een bevestiging dat het nog wel kan. Ja.
En er zitten natuurlijk ook voordelen aan het team wat je hebt. Hè. Ja. Neem bijvoorbeeld andere spelers zoals Iris. Die zijn eerst naar de Scottish geweest, naar de Wales geweest. Mm. En die moeten dan weer gisteren terugvliegen. Of Iris in dit geval niet. Nee. Dat heeft natuurlijk best wel impact op hoe je gaat presteren op de baan. Ja. En daar heb je natuurlijk helemaal geen last meer van. Nee, wij zijn het enige eredivisieteam wat gewoon wekelijks met elkaar traint. Ja, en bizar. Tijd doorbrengt. Ja. Dus. Amy is toch wel eens... Amy was ook in Wales. Ja, daarom. Amy was in Wales en ze was in de kwartfinale had ze verloren. Gelukkig. Maar wij hebben daar ook op geselecteerd om niet te veel spelers te hebben die je continu kwijt bent. Die ervaring hebben wij. Dan heb je continu een team wat eigenlijk net geen team is en waar je toch moet schuiven de hele tijd. Ja, ja dat was een bewuste keuze. Ja. Even een andere vraag, mannen. Hoe lang geleden was de eerste? Is dat 2,5-3 jaar geleden? De eerste podcast? Podcast. Nou, dat zou Robert wel weten, toch? Weet jij dat nog, Robert? Ben je als een fact-checker? Nee, zeker niet. Ik ben niet helemaal niet van de discussie. Want we hebben er elke week 1 opgenomen. Ja, laten we niet proberen te bereden. Nee. Laten we zeggen 3 jaar en dan hebben we waarschijnlijk gelogen. Robert, had jij het gevoel dat dit eruit zou rollen? 100 podcasts bedoel je? Ja? Nee, dat het gevoel had ik helemaal niet. Omdat omdat de opzet ook heel anders was. Dus je ik mag had nooit... erover nadenken. Nee, ik vond het een bijzondere move dat het een podcast werd. Ja. Nee, want ik heb erover nagedacht. Ik heb 20 minuten in de file gestaan. Nee, ik denk, wat ga ik zeggen allemaal? Nee, maar ik had nooit het gevoel dat het een podcast zou worden. Het is een hele serie geworden, waarvoor hulde. Want het is goed dat iemand dat doet, want anders gebeurt er helemaal niks meer in de sport. Dus met ik ben ups er heel blij downs mee. Ook, hè? Maar, zeker met ups en downs. En soms vond ik het ook een beetje matig, had ik het ook wel iets anders ingevuld. Maar goed, maakt niet uit. Ik mis heel erg beeld. Dus het sport in beeld. En ik snap dat ontzettend moeilijk is en heel veel vraagt. Dus het is niet geen kritiek, maar dat is wel wat we nodig hebben, denk ik. Ja, we proberen het natuurlijk elke week een beetje aan te passen. Hè. De laatste keer hebben we wat beelden erbij gedaan. Dat was echt heel erg leuk. Dat was weer een stuk leuker. Ja, dan wordt het gelijk, kan je het gelijk zien. Ja. Hoe zie jij de toekomst van zo'n podcast in als die van ons? Ik denk dat het goed is, maar ik denk dat dat dus goed is als basis. Maar ik zou wat meer met, zoals je hier nu ook weer doet, met wisselende gasten aan tafel. Die dan ook echt aan tafel zitten. Want natuurlijk online is allemaal makkelijk, ik snap het. Maar om echt een fundament te krijgen, is het heel leuk dat je ook eens met anderen praat. Want op een gegeven moment weten we wel wat de reactie is en hoe ad rem iemand wel of niet is. Ja. Dus, en iemand zit er dan heel erg in. Dus je wil ook wel eens een andere... wind laten waaien. Wat ons het meest opgevallen is, denk ik dat ik voor ons allemaal praat, is dat vrouwen heel moeilijk te krijgen zijn voor de podcast, hè? Ja, het liefst hebben wij nog een vrouwelijke host. Ja, dat zou fantastisch zijn. Ja, wil jij een oproep doen, Frank? Nou, ben jij vrouw? Heb je een passie voor badminton? Vind je het niet erg om wekelijks achter de microfoon voor een webcam te zitten? Je hoeft geen verstand van badminton te hebben, hè, zoals ik. Nou, je hoeft je in ieder geval niet voor te bereiden. Je hoeft je in ieder geval niet voor te bereiden. Dit is wel echt een hele goede pitch, hè? Ja, toch? Vooral dat laatste gedeelte. Ja, een webcam, microfoon, wekelijks. Ja, die erg om achter een webcam te zitten. Ja, vind je het niet erg om over badminton te praten en er niet voor betaald te krijgen? Meld je dan aan. En dan zit je wekelijks met Jorrit en May. En soms Michiel, soms Michael. Af en toe appen met Russel. En dan, ik iets minder hoor, in de toekomst. What? Maar dat gaan we nog wel... Ga jij minder? Ik ga iets minder. Ja. Ga ik met jou ook even terug? Wat was jouw intentie met dit vehikel? Oorspronkelijk hadden we de gedachte, dat is wel grappig, om het ontstond ineens. Ik zat een beetje in dat veloclubje. Meerte zou toen naar velo gaan, hè, dat weet je nog, die periode. Ja. Is uiteindelijk niet doorgegaan. Maar ik ben wel wat dingen gaan doen voor velo toen. Ja. En toen ontstond er eigenlijk, laten we in die zaal gaan zitten... Laten we een tafel neerzetten en gewoon, we hebben handjes en laten we gewoon gaan opnemen daar zo. Dat hebben we 1 keer gedaan. Alleen het bleek toch wel heel erg moeilijk om dat allemaal daar neer te zetten. Net zoals vandaag, ik was hier om 12 uur, alles neerzetten. Nou, je bent gewoon 4 uur verder. We nemen op om 5 uur 's middags, dus kan je nagaan. Ja, precies. Ja. Dus dat was best wel ingewikkeld als het niet al daar stond. Dus toen zijn we overgegaan op dat online platform. Kregen we Michiel erbij. Nou, Michiel is zo'n lekkere oude... je kent die 2 mannetjes toch wel in de kermitshow? Nou, dat is Michiel. Doe eens na. Nee, kan ik niet nadoen. Nee, jammer. Dat is onmogelijk. Wie is Michiel dan allebei? Of, Ja, allebei. Oh, echt, ja, hij is echt serieus. Oh, ja. Ja. Dus dat was wel een goede combinatie. En dat is zo gegroeid. En ik denk dat het wel goed is. Ik denk dat we nu wel toe zijn aan iets nieuws. En daar ga ik me de komende periode een beetje op werpen. Om te kijken hoe we dit kunnen verbeteren. Iets minder achter de microfoon, want dat was nooit het idee. Maar het is nou eenmaal zo gegroeid. Dus jongens, belangrijke onderwerpen wachten op ons. We hebben 2 mannen aan de bar zitten die gaan praten over de verschrikkelijke intentie van NOC-NSF. Nou, het is niet eens een intentie meer. Hè.
Nee, dat is niet duidelijk. Om al het geld weg te trekken en gewoon badminton te laten barsten. Daar kwam het op neer, toch? Ja. Dus ik en Robert gaan ook plaatsmaken voor de mannen. Dan gaan wij even aan de bar hangen en dan wens ik jullie veel plezier met ze. Dankjewel. Neem ze onder handen, hè? Ja, dan verwelkomen wij voorzitter Jan Helmond en bestuurslid topsport Pieter van Soerland. Welkom, mannen. Leuk dat jullie er zijn. Hartstikke goed. Nou, voordat we in alle onderwerpen duiken, hoe hebben jullie eigenlijk die 100 afleveringen Badminton Insight meegemaakt? Of ervaren? Nou, daar wil ik wel iets over zeggen. Ik denk dat de eerste podcast was... Met jou, hè? Met mij. Ja. En dat was in ieder geval geen 3 jaar geleden. Nee, hè? Maar dat was, ik denk, 2-3 kwart jaar geleden. Even, ik zat net nog even het een en ander op te zoeken. En ik denk dat het zo lang geleden is al. En dan, om een antwoord te geven op je vraag. Ja, ik heb, dat heb ik wel eerder gezegd. Ik vond het een geweldig initiatief. Op het moment dat het sowieso uit de lucht kwam vallen natuurlijk. Omdat het badminton echt, en dat doen jullie, vind ik, op een verschrikkelijk goede manier. Echt in de aandacht komt zo. En er zijn heel veel mensen die volgen het. Ik merkte bij mezelf bijvoorbeeld. Dat ik dan altijd in de auto dacht van, en nu gaat iedereen heel dan... Goed. Dan gaan we hem volgen, weet je wel. Dus het is... Je had even een kater deze week. Het houdt je scherp. Ja, nogal. Ja, omdat die uitzending niet doorging. Ja, nee, die bedoel ik, hè. Ja. Was, heerste er ook soms vrees op de Badminton Bonds Bureau voor onze podcast? Nou, in ieder geval niet bij mij. Oké, gelukkig. Nee. Gelukkig maar, want dat was nooit onze intentie. Nee, ik moet zeggen, ik luister hem ook altijd achteraf. Meestal als ik aan het hardlopen ben. En ik moet ook eerlijk zeggen, als het wat zuur werd, dan drukte ik wel een beetje door van even dit gedeelte over. Got the message. En dan kun je er ook wel weer iets mee. Dus, maar ik denk gewoon, het is enorm ontspannend en leuk om zo over badminton te praten. Oh, okay. En grote complimenten aan jullie en aan Russell. Nou, die heb ik ook nog wel eens gecontact. Zeg, doe eens wat leuke dingen, jongen. Dus ja. En het was leuk geweest als Michiel hier vandaag was geweest. Top. Ik vind het leuk, dit gepraat over onze podcast. Maar we zitten hier eigenlijk voor een... is het een ongemakkelijk onderwerp? Nee. Nee? Nee. Misschien even toch een korte toelichting. Waar gaan we het dan over hebben? Want Jorrit heeft eerder in de uitzending gezegd... het is een slecht nieuws. Maar misschien is het ook wel hoopgevend nieuws. Ik denk, er is duidelijk nieuws. Hè? Dus misschien even wat historie. In mei, eind mei... 2024. Je weet niet wanneer de mensen dit terugluisteren. Nee, maar... Dit is misschien 10 jaar misschien later. Misschien 10 jaar later. Precies. Dat, ja. 2024, toen Jan nog een jasje aan deed naar de Dutch Open. Nee, mei 2024 kregen wij een zogenaamd negatief investeringsadvies van NOC-NSF. Om geen plan in te dienen... voor extra voor subsidie, voor topsport en opleidingsplan. En dat was echt een donderslag bij helder hemel. Ja, wat betekent zo'n dat? Dat betekent eigenlijk dat je, het NOC-NSF zei, wij verwachten niet dat jullie voor de periode 2025-2028 subsidie krijgen voor topsport. Precies. En subsidie krijgen voor het opleidingssysteem. Hè? Dus de S-selectie is dat dan in onze termen en de S-1 selectie. Ja. En nog voor de helderheid, het is dus niet zo dat ze op dat moment al zeiden, jullie krijgen het niet, maar wij verwachten dat jullie het niet krijgen, dus doe de moeite niet om nog een plan in te dienen. Dat is eigenlijk wat ze toen zeiden. Precies. Ja. Dat is best een hele harde boodschap. Ja, hè, dus dat en wat ik net al zei, dat was een donderslag bij Helder Hemel. Er waren op dat moment eigenlijk geen signalen dat dit eraan zat te komen. Uitstekend contact met de prestatiemanager van NOC-NSF. Wie is dat tegenwoordig? Dat is Krijn. Krijn de Schutter? Ja, Krijn de Schutter. En ja, dus, en we hadden het ook meerdere malen over gehad van moet er een noodplan komen, omdat we natuurlijk in 2012 ook in deze situatie zaten. Ja, en toen hebben we eigenlijk met elkaar gezegd, joh, nee, dat is gewoon op dit moment niet nodig, want de verwachting is... dat we gewoon een plan mogen gaan indienen. Daarna kwam een periode van mei tot en met november... waarin van alles gebeurd is. Maar we wisten dat 29 november zou de uitspraak gedaan worden... definitieve uitspraak over subsidie.
Dus daar is aan alle kanten door de werkorganisatie, door het bestuur gelobbyd. We hebben uiteindelijk wel een investeringsplan ingediend. Hè, want er werd ook gezegd, dit is maar een advies. Nou, oké, dan gaan we ervoor. Dus we hebben een plan ingediend. En dat plan heeft eigenlijk uit twee delen bestaan. Een investeringsplan voor de opleiding, dus de SMIN1. En zogenaamde campagnegelden voor de seniorselectie. En afgelopen vrijdag kwam een einde aan die periode. En dat was heel dubbel. En in ieder geval voor mij uitermate teleurgesteld dat het eigenlijk bevestiging van het negatief advies is. Tegelijkertijd moet je daar ook reëel in zijn. Dit was een mogelijke uitkomst. En zit ik er zelf ook wel zo in van, joh, fijn dat er nu duidelijkheid is. Want nu hebben wij natuurlijk wel degelijk alle scenario's klaar liggen. We kunnen nu vooruit. Het scheelt een slok op een borrel met en zonder subsidie. Want voor jullie beeld, met subsidie draaien wij een begroting op topsport van 900.000 tot 1 miljoen. En zonder subsidie draai je die 300.000. Dus dat is echt wel een groot verschil. Maar ook van 300.000 kunnen wij een mooi topsportprogramma niet. En kan je die dan even voorrekenen? Want volgens mij was het €348.000 wat je vanuit NRC NSF kreeg. Was dat dan op jaarbasis? Of? Ja, dat is op jaarbasis. Ja, exact. En dat is dan een combi van contanten of van cash en middelen. Ja. Dus daar zat, daar zat bijvoorbeeld ook de zaalhuur in. Papendal. Ja. Even een vraag aan Jan. Even die periode van mei tot november. Er komt nieuws bij Donder bij Helders. Bij Heldere Hemel. Donderslag bij Heldere Hemel. Dankjewel. Als je terugkijkt naar die periode, heb jij dan het gevoel dat jullie er alles aan hebben gedaan na dat nieuws? En zou je misschien nog wat anders doen? Nee, ik zou niks anders kunnen voorstellen wat we hebben gedaan. Als ik terugkijk naar die periode, dan vond ik hem. Het verhaal van Pieter is volledig correct. Hè? Als ik kijk naar de emotionele kant van het verhaal, wat er ook in zit, dan heb je een soort van boosheid, teleurstelling. Maar je hebt ook het besef van dat je er wel alles aan moet doen. Want ja, je kan wel zeggen van we moeten naar een hogere mate van financiële onafhankelijkheid. Hè? Maar aan de andere kant denk je ook nog, ja, maar we willen nog wel even een overgangssituatie hebben natuurlijk met wat centen van het NOC, NSF. En je begrijpt natuurlijk wel dat die boodschap die je mij krijgt dan eigenlijk ook aanleiding is om dat eigenlijk zoveel mogelijk nog voor elkaar te gaan krijgen. Ja, en als ik daar dan op terugkijk, dan heb ik voor het eerst ervaren hoe het kan zijn om echt een fulltime baan in badminton te hebben eigenlijk. Dat is helemaal niet erg trouwens, want het is voor een heel goed doel op dat moment natuurlijk. Als ik kijk hoe wij ermee bezig zijn geweest toen, dat we hebben werkelijk geprobeerd om eigenlijk hier zitten denken in scenario's. Van hoe moet dat naar die andere zelfredzaamheid toe? En wie wil ons daarbij helpen en ondersteunen? En daar zijn we nog steeds mee bezig ook hoor. Dat is het niet, maar daar ben je mee bezig. En aan de andere kant van hoe kan je NOC en NSF nog in een beïnvloeding krijgen? Hoe kunnen we daar nog gesprekken mee aangaan? Want wat heeft dit nieuws met jou gedaan? Het heeft me... Daarom, het is een feestelijke uitzending, hè, de 100ste keer. Maar het heeft me wel geraakt. Het heeft me enorm geraakt. Ja. En waar zat dat dan in? Ik denk dat aan de ene kant niet eens zozeer dat je zeg maar, dat geld niet krijgt, maar dat je de tijd niet hebt eigenlijk om het op een andere manier te gaan organiseren, eigenlijk, zeg maar, waar we dan eigenlijk toch wel mee bezig zijn natuurlijk. En dat je, ik denk vooral, ook als ik kijk naar wat het betekent voor hele jonge mensen die bezig zijn met hun sport en die daar de top in willen gaan bereiken en je dan ook ineens zo'n boodschap moet gaan vertellen. Ik denk dat dat me het meeste heeft geraakt van alles. Ja. Maar dat heeft meer te maken ook met mijn eigen achtergrond natuurlijk. Ik was eerder gezegd, ik ben en blijf meer badmintonner dan voorzitter. Dus dat is het. Ja. En heel veel mensen vragen zich af, was er dan geen plan B? Hè? Dat hebben we heel vaak gehoord. Maar nu zegt Pieter, ja, dat nieuws hadden wij zelf ook niet verwacht. Dus kan je even uiteenzetten dat het inderdaad voor jullie ook echt een verrassing was? Ik kan dat ook niet geloven. Ja. Nee, en als je dan... het was een verrassing, hè, en laat ik wel duidelijk zijn, er ligt nu natuurlijk wel een plan B, omdat 29 november was geen verrassing. Mm-hmm.
Maar wat er gebeurde is dat NOC-NSF ook anders tegen topsport in Nederland ging aankijken. En dat was op inhoud en op proces. En ik zal ze alle twee even toelichten. Op proces is denk ik het makkelijkste. Voorheen stemde je met je prestatiemanager af. En die stemde dan weer af met de technisch directeur. Hè. Voorheen Maurits Hendricks, nu André Katz. En wat daaruit kwam, als je dat waarmaakte, dan was dat goed en kreeg je je subsidie weer. Nou, André heeft een ander proces. Die is die gaat met 10 prestatiemanagers om tafel zitten en die zegt: wat vinden jullie hiervan? Ja, dus plotseling zit daar de prestatiemanager van baanwielrennen, die ook iets van badminton moet vinden. Daar vind ik iets van dat proces. Maar één, dat proces is zo gelopen en loopt zo. Het tweede was dat zij in het verleden, tot nu toe keken ze naar het verleden. Welke prestaties heeft een bond behaald? En daar werd vertrouwen opgebouwd en werd dan gezegd: hey, we gaan voor de volgende periode weer. Dat was hartstikke goed voor badminton. Wij zijn geen sport, even los van Mia Odina, die zomaar medailles haalt, maar we deden wel alle Olympische Spelen mee. Daar is een kentering in gekomen dat ze niet meer terug zijn gaan kijken, maar op basis van data naar voren zijn gaan kijken. En daar hebben ze eigenlijk een bikkelharde analyse gedaan en gezegd: jullie hebben voor 2028 met het potentieel aan spelers wat jullie nu hebben, de generatie Robin, Selena, Marco, jou neemt afscheid, hebben jullie naar onze mening geen kans om daar de Olympische Spelen te bereiken. Nou, dat vind ik nogal wat om te zeggen, maar daar kon ik nog wel een beetje inkomen voor 2028. Maar vervolgens zeiden ze dat ook voor 2032. Nou, daar kan ik echt niet inkomen. We hebben een hartstikke mooi opleidingssysteem staan. Ja, we hebben generatieverschillen in niveau. Maar om nu van een Europese badmintonner 8 jaar nog te gaan, hè, te zeggen dat hij geen potentieel heeft voor de Spelen van 2032, dan snap je onze sport niet goed genoeg. Want Europeanen pieken eind 20, begin 30. En in 8 jaar kan er nog heel veel gebeuren. Ja, dus zij oordelen eigenlijk over de spelers die nu tussen de 8 en de 14 zijn. Zij oordelen over de S en de SM1 selectie. Dat zijn spelers die variërend tussen de 16 en eind 20. En de lat die ze leggen is inderdaad: je moet een reële kans maken om medailles te winnen op de Olympische Spelen. Ja, en dat is ook aangescherpt ten opzichte van voorheen. En daar kan badminton niks aan doen. Hè. Dat is gewoon: ze hebben relatief minder geld te besteden aan topsport. Daar hangen dan ook nog bezuinigingen met een nieuwe kabinet boven. Hè, waardoor ze eigenlijk het touwtje wat strakker zijn gaan trekken. En de letterlijke brief van NOC-NSF die we vrijdag kregen, daar staat eigenlijk ook in: geen reële kans op top 3 op Olympische Spelen of wereldkampioenschappen. Dat is nooit geweest, zeg ik dan even. Hè. Ik bedoel, als we die strak hadden getrokken op deze generatie die we nu hebben gehad, dan had je ook moeten zeggen: je hebt geen kans op top 3. Ja. Maar we hebben hartstikke mooie prestaties geleverd. En voorheen was het natuurlijk ook zo dat er werd gezegd: hé, maar wacht even, als je een kwartfinale kunt halen, als je wint, heb je kans op een medaille. Hè? Dat is wel anders als anders kijken als naar: je moet zeker top 3 halen. Hmm. Ja, ik wil wel even terug in de tijd, want we hebben natuurlijk eerder met dit beltje gehakt. Hè. 12 jaar geleden werden we, en ik maakte zelf toen onderdeel uit van het nationale team, ook gekort in eenzelfde situatie. Dat was na de Olympische Spelen van Londen, waarbij we dus alleen Yao Yi hadden op de Spelen. En daarvoor in Peking hadden we helemaal niemand op de Olympische Spelen staan. Dus geen representatie. Dus toen had NOC-NSF heeft ook toen de keuze gemaakt om te stoppen. Volgens mij gingen we toen van 4 ton naar 0. Dus dat is ongeveer vergelijkbaar met nu. In mijn ogen is het grote verschil met nu dat er toen een generatie aankwam, namelijk de generatie die nu afscheid heeft genomen, die toen op Europees jeugdniveau top of de bil waren. En dat hebben we op dit moment natuurlijk niet. Overigens, daarover gesproken, ik wil wel even een hele harde shout-out maken naar het Nationaal Jeugdteam. De SM1 is dat, denk ik. Of is dat de onder-19? De onder-19 selectie, die afgelopen week brons hebben gehaald
op de Europese jeugdkampioenschappen. Ja. Waanzinnig knap. Dat is voor het eerst in 11 jaar. Ja, voor het eerst in 11 jaar dat er een medaille in het teamtoernooi is gehaald. Dus dat is ontzettend mooi. Gefeliciteerd ook aan de coaches Eefje Muskens en Nick Fransman. Ze zijn op dit moment in Ibiza bezig aan het individuele toernooi. Dus dat is een waanzinnig mooie prestatie. Alleen, als je kijkt naar hoe er structureel op jeugdniveau gepresteerd wordt, dan moeten we toch wel kunnen concluderen dat het echt wel minder is qua niveau wat er aan zit te komen in vergelijking met hoe het was in 2008, 2009. Je moet gewoon concluderen, dat wisten we toen ook al, de generatie die nu afscheid neemt. Hè, dus Ruben, Jille, Selena Piek, Robin Tabeling, nou, daar hoorde Iris Tabeling nog bij. En nog veel anderen. Dat was gewoon voor Nederland een hartstikke sterke selectie. Zowel aan de heren als aan de dameskant. En dus wat er nu aankomt is minder, maar is niet slecht. En zit gewoon nog ook veel potentieel in. Kijk, en dat zie je bijvoorbeeld aan zo'n resultaat op de EEK brons halen. Dat haal je niet zomaar. Nee. Hè, het ook niveau van de jeugd neemt alleen maar toe en toe. Hè, vroeger hadden we de Eight Nations, dat was Europa. Wereldwijd bedoel jij? Ja, wereldwijd, ja. Hè, maar in Europa ook. Vroeger had je de Eight Nations, dat waren de 8 landen die aan badminton deden en die daar goed in waren. Ja. Dat zijn niet meer de beste landen. De andere landen zijn zo goed, ook zo goed aan het worden, dat de concurrentie ook gewoon echt groter wordt. Ja, helemaal mee eens. Ja. Maar dan nog even terug, je kan er niet omheen dat de feitelijke prestaties wel dusdanig minder hoop bieden, dat je wel op voorhand je daar wel al op voor had kunnen bereiden dat zo'n beslissing vanuit het NOC er misschien wel aan zat te komen. En mijn vraag aan jullie is, want jij zegt ook, Jan, je bent er toch wel een beetje verrast ook over. Uh-huh. Als je diep in je ziel kijkt, had je het niet aanzien komen of kunnen zien komen? Ja, misschien is die laatste, die laatste kunnen zien komen. Dat weet ik niet. Wat ik wel vind is dat er geen enkele aanwijzing is geweest. Sterker nog, dat er ook vanuit NOC heel duidelijk is aangegeven. Gaat wel door, dat komt wel goed. En ik denk dat daar misschien de valkuil wel in zit. Ik denk dat op het moment dat je zeg maar toch een beetje aan dat infuus ligt, hè, laten we het maar even zo noemen, en dan vervolgens komt niet gewoon al eerder die aanwijzing daarvan uit, nou, wij gaan daar in ieder geval mee stoppen, want je hebt natuurlijk niet alleen over die selectie van spelers, maar je hebt het ook over wat je als sport, als badmintonsport aan het betekenen bent in Nederland, of hoe relevant je wilt zijn in ieder geval. Wij hebben wel het idee van, nou, we zijn nu wel op de goede weg met een aantal van die zaken. En ik denk dat daar volgens mij misschien wel een soort van schijnbeweging heeft gezeten of zo. Hoe pijnlijk is het dat de judobond, die eigenlijk al 2 Olympische cycli helemaal niks presteren en de afgelopen Olympische Spelen voor het eerst in 40 jaar geen medaille hebben gehaald. Hoe zuur is het dat zij door NOC-NSF het hand boven de hoofd worden gehouden? Zij krijgen 1,6 miljoen en worden niet afgestraft. André Katz heeft letterlijk gezegd, wij zien potentie in de judobond, ondanks deze prestaties. Wat is dat voor een mes in de rug richting Badminton Nederland? Een hele goede prestatiemanager. Want ze hebben deze week, is André Katz volgens mij persoonlijk komen toelichten, heb ik begrepen, waarom ze stoppen. Heb je daar een antwoord op, Pieter? Ja, kijk, ik wil niet te veel over andere bonden praten. Hè. Want je had het net over 2012. Hè. Dus dan geef ik indirect toch een antwoord. 2012 was er nog meer aan de hand. Was er namelijk ook bij onszelf bestuurlijke onrust. En dat was toen een van de aanleidingen. Ook een van de aanleidingen waarom we minder of geen subsidie kregen. Mm-hmm. Het lijstje met wie wel subsidie kregen deze keer. Verbaasde ik mij ook inderdaad over de hoogte van judo. Omdat het daar, de prestaties waren, hadden ze beter gewenst. Maar het is er ook onrustig. Dus, maar goed. Ik ken niet de prestaties van, alle prestaties van judo. Ze hadden geen Olympische medailles. Maar volgens mij hebben ze wel een paar wereldkampioen en Europees kampioen. Jawel, maar dus, dat is ook natuurlijk wel gedateerd. En Jan, je wil inhaken? Nou, ik wil er wel iets over zeggen. Want ik wil eigenlijk de judobond ermee feliciteren. Dat is één. Maar
het is wel een hele duidelijke vraag voor ons of die selectiecriteria nou zo deugen die gehanteerd worden bij het NOC-NSF. Dat vind ik wel. Want ik vind het wel, je kan wel zeggen van goh, vreemd dat zij dat wel krijgen en dat wij zo goed als niets gaan krijgen in verhouding. Dat vind ik wel een ding. Nou ja, dus André Katz, zijn visie is dus, we zien potentie in de judobond. We kijken niet achterom, we kijken vooruit. Als je hem dus op badminton Nederland legt, dan zegt hij dus eigenlijk, wij zien geen potentie richting de toekomst voor badminton Nederland. En mijn vraag is, hoe pijnlijk is dat dan eigenlijk? Hij zegt, we zien geen potentie voor 2028 en 2032. Ja, natuurlijk is dat pijnlijk als iemand het zegt, maar je hoeft dat niet te omarmen, om even zo te zeggen. Hè. Nee, ons, wij denken wel anders. Aan ons om volle moed vooruit te gaan en wel die prestaties neer te zetten. Ja, en uiteindelijk heeft hij altijd gelijk, want wij gaan geen medaille halen plotseling op de Olympische Spelen in 2032. Maar ik denk dat we daar wel degelijk spelers voor hebben die daar mogelijk actief gaat zijn. Aan wie denk je dan? Ja, het lijkt me niet handig om nu op namen in te gaan. Want dan zal ik. Het zijn nog. Die hebben ook nog acht jaar te gaan, die spelers. Dus ik zou ze niet. Dat mee willen geven. Maar als je kijkt. Als je op EJK een bronzen medaille kunt halen. Dan zit er gewoon potentieel in. Om. Op het teamtoernooi, hè? Op het teamtoernooi. Ja, maar het teamtoernooi is de optelsom van individuele prestaties. Jan, als ik het even mag hebben over de term zelfredzaamheid, want je liet hem zelf vallen. Mag ik nog iets zeggen? Even, want ik sta helemaal achter Pieter wat hij zegt. Ik dacht nog even van, natuurlijk is het niet prettig wat je zegt, Jorrit, om het te horen. Hè? Wat zo'n NOC-NSF zegt, maar dat wil niet zeggen dat ik het altijd hoef te geloven. Dus ik bedoel daarmee te zeggen, van, ik geloof er geen klap van. En op het moment dat wij daar niet in 32 kunnen staan, dan hebben we echt iets verkeerd gedaan. Dus André Katz en zijn prestatiemanagers leveren een wanprestatie? Ja. Dat zijn duidelijke teksten, zeker. Toch Frank? Hoe zie jij dat? Als dit inderdaad de criteria zijn en er wordt gebaseerd op potentie, op succes in 2032, dan weet ik niet of ze ongelijk hebben. Aan de andere kant, 8 jaar is een hele lange periode. Ik vind het heel knap als iemand in de glazen bol kan kijken. Laten we eerlijk zijn, jij kan niet eens in je glazen bol kijken voor aankomende week. Ik heb hem al lang uit het raam gepleurd. Dus laat staan 8 jaar. Dus dat vind ik heel knap. Alleen, we moeten wel eerlijk zijn dat, weet je, toen in die generatie en ook met de generatie Jim Middelburg en Mike Halkema, die waren gewoon kampioenen in Europa in de jeugd. En daar zitten wij nu heel ver vanaf. Ik vind het wel bijzonder hoe de gang van zaken is verlopen. En ik vind het ook bijzonder dat de bond uit het niets verrast wordt met dit nieuws. Bereid dan een bond daar in ieder geval op voor. Ik vind het ook meteen een moment om te reflecteren. Als een derde, een externe, dit zo beoordeelt. Nou ja, doen wij dan alles wel goed? Geven wij dan iemand aanleiding om zo'n oordeel te geven? Ik vond het ook moeilijk te geloven dat we verrast werden. Aan de andere kant, nu heb ik het wel een beetje gehoord. En nu ben ik ook heel erg benieuwd van oké, en nu? Hoe nu verder? En daarom eigenlijk ook mijn vraag naar over zelfredzaamheid. Is het gezond voor een bond om dermate afhankelijk te zijn van een subsidie dat het hele topsportdeel in gevaar komt? Wie gaat hem beantwoorden? Ja, nee, kijk in je vraag. Kijk. Nee, je stelt een vraag, maar op de vraag heb ik dan toch nog wel een paar opmerkingen. Want het topsportgedeelte komt niet in gevaar. We gaan gewoon door met topsport. Topsport heeft gewoon een positie binnen Badminton Nederland en ook binnen de missie en visie van Badminton Nederland. We hebben daar budget voor. En ja, met terugwerkende kracht, nu voor de tweede keer... De subsidie van NOC-NSF is hartstikke fijn. Kunnen we hartstikke mooie programma's neerzetten. Maar we zullen gewoon structureel het op eigen voeten moeten gaan doen. En de subsidies van wie dan ook zullen we als extra's moeten gaan positioneren. Waar je extra dingen voor kunt gaan doen. Maar we moeten gewoon een eigen topsportprogramma. En kunnen ook een eigen topsportprogramma neerzetten.
op basis van de begroting en het budget wat we daarvoor hebben staan. In 2012, 2013, toen wij voor de eerste keer gekort werden, betekende het een flinke sanering in de selectie ook. Dus er werd echt een bezem doorheen gehaald. Gaat dat nu ook weer gebeuren? Nee. Okay. Nee. Ik denk dat er twee dingen gaan anders zijn als in 2012, waar ik ook bij betrokken was overigens in 2012. Als bestuurslid? Nee, toen niet als bestuurslid, maar als bondscoach jeugd. En op de achtergrond wel met Robbie Knevel en Rune Massing kijkend naar hoe gaan we dit invullen. Twee dingen zullen anders zijn als in 2012. In 2012 hebben wij ook talentontwikkeling, wat we nu de S-2 noemen, hebben we ook opgekort. Met terugwerkende kracht zouden we dat weer doen, want we hadden een prachtige generatie toen waar we veel geld in, of het merendeel van de middelen in wilden stoppen. Ja, dat gaat nu niet gebeuren. We gaan echt ook zorgen dat de S-2, dat die gewoon de RTC's en dergelijke, dat die kunnen blijven draaien zoals die nu draaien. Ja, en het tweede wat anders is, is dat we zijn ook tot de conclusie gekomen dat de normen die NOC en NSF stelt, dus medailles kunnen halen op de Olympische Spelen, dat die betekenen een beetje een afkalving van onze sport. Eén, wij zijn erop gaan selecteren. En dat houdt in, jij kunt de Olympische Spelen niet meer halen, moet je niet uit de selectie. Maar mensen zijn zichzelf daar ook op gaan selecteren. Oh, ik kan de Olympische Spelen niet meer halen, dan stop ik met badminton. Of ga ik dubbelen in plaats van enkele. Nou, we gaan nu waardoor we bijvoorbeeld voor de nationale selectie op dit moment in een hele kleine nationale selectie zitten, dus ook geen sparring hebben en dergelijke. Dus wij zullen zelfs in het topsportprogramma de nationale senioren selectie zullen wij gaan kijken hoe we die kunnen gaan vergroten in dit geval. Interessant. Omdat we zetten daar de infrastructuur neer met zaal, shuttles, trainers, zeg ik dan. En daar hoort ook sparring wat ons betreft bij. Dat zal niet van dag 1 op dag 2 geregeld zijn. Maar we gaan wel naar een grotere nationale selectie toe. En bovendien zullen we de single cultuur weer extra gaan promoten. Om een van de voordelen die we nog wel moeten bespreken met NOC en NSF, die we zeker willen gaan binnenhalen, is de IOC-normen voor de Olympische Spelen, voor het enkelspel, die zijn ruimer als de NOC-NSF-normen. Veel ruimer, ja. De geschoonde top 64 mag aan de single meedoen. Dubbel is dat exact hetzelfde, IOC ja. En NOC. Maar daarmee ook lonk het perspectief te geven aan onze singlespelers en dat ze niet meteen en al heel vroeg in de dubbelspelen gaan, omdat ze daar hopen meer kans te hebben. Mag ik als... Ik zat even aan de bar, maar ik hoorde dit allemaal aan. En ik dacht, ik ga toch even een beetje ingrijpen. Als badmintonvader meer dan als badminton... En badmintonliefhebber dan als podcasthost. Ben jij niet vreselijk pissig, Pieter? Dat ze... Ik noem even een lijstje op. Vorig jaar, Timo Stoffelen Meerte gewonnen op in Pessac. Deborah, afgelopen de Scotland gewonnen. Iris, nu tweede op in Wales. Dat zijn prestaties tegen de tegen de Europese topspelers van hun niveau. Ik zie wel potentieel lopen. Ik zou veel bozer zijn dan jij nu bent. Ja, we hebben elkaar niet gesproken in mei en juni. Ja. Toen was ik echt boos. En nu ben ik teleurgesteld. Maar tegelijkertijd is mijn taak nu ook om gewoon lonkend perspectief neer te zetten. We moeten vooruit, jongens. Ja. Wij gaan het tegendeel bewijzen. Dus zo zit ik meer in elkaar. Ik ben dan meer van de strijdvaardige als van het boze. En is het voordeel nu niet dat je geen rekening meer hoeft te houden met NOC? Ja, dat is een groot voordeel. Nee, NOC en NSF heeft een monopolie op het inschrijven voor de Olympische Spelen. Dus we hebben daar nog wel wat gesprekken te voeren. Onder andere over die Olympische normen. Want daar wil ik dan ook echt van af. Ik bedoel, als ik €0 van je krijg, dan wil ik ook mijn eigen regels kunnen opstellen. Die woede die jij hebt gebruikt om het plan aan te passen, waar was de hoop gevestigd eigenlijk? Het verschil tussen
mij en hetgeen wat je opnieuw hebt ingediend, of toch hebt ingediend. Nee, ja, ja, en dat is wel interessant, want jij zegt het plan aangepast. We hebben complimenten gekregen voor ons plan. Dus het plan deed eigenlijk niet ter zake. Het plan dat je na mei hebt ingediend, of? Nee, wij hadden in mei ook al een plan liggen. Ja. Dat hadden we nog niet ingediend, want dat kon je nog niet indienen. Maar dat hadden we zelf gemaakt en hebben we met NOC-NSF besproken. Mm-hmm. Die vonden dat een fantastisch plan. Wat staat er in het plan? Even voor de kern van het plan was dat we het SMIN-1-programma wilden gaan verzwaren. En verzwaren houdt in deze zin in dat we daar extra coaching neer wilden zetten. Dat we internationale sparring wilden regelen, zowel in Nederland als in op stage gaan naar het buitenland. Voor spelers en trainers. En dat we daar het toernooibudget voor verhoogden. Met NOC-NSF hebben we destijds in het begin van dit jaar eigenlijk een vorm van benchmark gedaan van hoe zit badminton in de opleiding in andere landen, in Europa en in de wereld. Nou, en daar hebben we onze lessen met elkaar uitgetrokken. Dat hebben we verwerkt in een plan. Dat plan is ook, ja, nogmaals, daar hebben we complimenten over gehad. Dat is de basis van het plan geweest wat we hebben ingediend. En dat zal ook de basis van het plan zijn wat we gaan uitvoeren met elkaar. De beoordeling heeft helemaal niet op het plan gezeten. De beoordeling heeft gezeten op het potentieel van de spelers waar we het net op hadden. Daar zit ook die verrassing in. En nou ja, je kunt je voorstellen, daar zat de verrassing. Dat op het opleidingsplan, ja, daar zijn wij zo samen in opgetrokken, NOC, NSF. Ja. En de signalen waren alleen maar, joh, met de toppers wordt het pas op. Want dat kan wel ingewikkeld worden. Maar dat opleidingsplan, jullie zitten er goed in en scherpen het weer verder aan. Ik wil dan toch nog even terug naar mei. Want het is dus mei en dan krijg je eigenlijk een soort van deksel op je neus van het ziet er heel erg slecht uit. Dus jullie maken de keuze om het investeringsplan wel in te dienen. Maar eigenlijk weet je al, het wordt heel erg moeilijk. Correct? Ja. Ja, exact. Wat heeft er dan in het investeringsplan gestaan waar jullie NOC-NSF mee hebben geprobeerd te overtuigen? Wat stond daarin? Nou, we hoefden ze niet te overtuigen met het investeringsplan. Nee, maar wat hebben jullie gedaan om NOC-NSF toch te overtuigen om wel te investeren in het top-badminton-programma van Badminton Nederland? We hebben geluld als brugman. We hebben bij André Katz aan tafel gezeten. De werkorganisatie, de technisch directeur en manager topsport, ja, die lopen daar de deur plat. Deden ze daar voorheen ook. Hè? Die band is gewoon, die deur is hartstikke open. Victor Anfilov en Ilse Vaassen. En Ilse Vaassen, ja. Die hebben daar hartstikke hard voor gewerkt. Het contact was ook, is en was ook prima. Eerlijkheid gebied ook te zeggen dat ze in al die gesprekken de kaarten uiteindelijk altijd op de borst hielden. Goed naar ons luisterden, maar de kaarten op de borst hielden qua uitkomst. Jorrit, toch even wat meer richting optimisme in de toekomst. Jij was er zelf bij in 2012. Hoe zijn jullie daarmee omgegaan? Hoe hebben jullie dat weer opgepakt? Nou ja, wat ik zeg. Wij hebben toen, of niet we, ik bedoel, ik was toen ook alleen maar speler. Maar er is wel een keuze gemaakt toen er tijd om de selectie drastisch te verkleinen. En te gaan inzoomen op twee onderdelen, namelijk de damesdubbel en het gemengd dubbel. Dus er is een hele berg spelers is afscheid van genomen en er is focus aangebracht. Nou, we weten allemaal waar de meeste resultaten de afgelopen 12 jaar in geweest zijn. Welke onderdelen zijn dat, Frank? De dames enkel en de... dat snap ik. Dus die focus die heeft ons wel geholpen en die heeft ons eigenlijk weer teruggebracht op het niveau waardoor we het wel waardig waren voor NSC-NSF maar dan toch even kritisch. Hè? Maar die heeft ons ook op die focus heeft ons ook opgeleverd dat we momenteel een selectie, nationale senior selectie hebben van 5 tot 7 man. Ja. Ja, en dat is veel te klein. Met terugwerkende kracht. Dat is te klein. Heb je niet breed genoeg. Dus dat willen we. Focus is goed voor de NOC-NSF-normen. Maar focus is niet goed voor een Nederlandse badminton. Ja. Dus dat moet breder. En nu naar jou de vraag. En nu? Hoe verder? Ja, wij gaan met elkaar. Hè, want nu zijn we niet verrast. Er liggen gewoon prima scenario's die we nu invulling gaan geven.
Wij gaan een centraal trainingsprogramma neerzetten voor S en S-1. Jullie hebben ook al een tipje van de sluier gehad dat we gaan proberen die selecties groter te maken. Heel veel meer inhoud kan ik op dit moment nog niet zeggen. We hebben volgende week, 9 december, hebben we een avond met spelers en begeleiders. Daar kunnen we weer meer zeggen. En ja, dan gaan we het vervolgens met elkaar invullen. Omdat een heleboel dingen moeten nog wel afgetikt worden in het invullen. Dus elke maand gaat het duidelijker worden. Maar op dit moment is het centraal trainingsprogramma gaan wij neerzetten. Wij krijgen het gewoon voor elkaar om een goede infrastructuur neer te zetten. Dus dat houdt in spelers, shuttles, zaalhuur en trainers. En een beperkt internationaal toernooiprogramma. Jan, zijn wij in 2032 ondanks geen subsidie toch op de Olympische Spelen te vinden? Ja, ik vind dat we daar moeten zijn. Nee, maar dat is geen antwoord op de vraag. Wij vinden allemaal dat we er moeten zijn. Maar staan we op de Olympische Spelen van 2028 en 2032? Is Nederland vertegenwoordigd? 2032? 2028 en 2032. Ja, ik vind dat vind ik heel moeilijk om zo te beantwoorden. Het enige wat ik je alleen kan meegeven is dat van mijn kant uit en van het andere bestuursleden kant uit, ik spreek ook namens jou, Pieter, een enorme motivatie is om dat wel te laten gebeuren. Maar daar twijfelt niemand aan. Maar ik kan je het niet op een, hoe noem je dat? Op een presenteerblaadje geven. Maar ik vind dat het wel moet gebeuren. En ik vind al is het alleen ook maar om een lange neus te kunnen trekken. En als we van de normen af zijn, zoals die op dit moment door het NOC en NSF gesteld worden, nou, dan is dat helemaal niet zo'n slechte in de enkelspelen bedoel je dan? Want dat bedoel ik in de enkelspelen. Precies. Jorrit, ik moet toch dan zeggen, ik hoop dat we daar staan. En ik wil sowieso Pieter van Zoerland en Jan Helmond bedanken dat ze in ieder geval de moeite hebben genomen om hier toelichting aan te geven. Ik wens jullie enorm veel sterkte toe. Ik wens jullie enorm veel optimisme toe. Laten we ook ons dank uitspreken voor alle moeite die jullie hebben gedaan in die periode tussen mei en november. En dan zou ik eigenlijk toch wel even voor het laatste deel Michael Loos en Robert Hoogland weer even terug willen vragen. Zodat we deze mooie 100ste aflevering toch weer even met iets blijs en iets leuks kunnen afsluiten. Dankjewel. Dank jullie wel. Nou, dat vind ik veel te negatief hoor, Franklin. Ik vond het wel blij en leuk. Optimisme? Ja, tuurlijk. Wat ze zeggen optimisme. Is, wij hebben hier rekening mee gehouden. In ieder geval uiteindelijk. Misschien niet in beginsel. En we gaan vooruitdenken. En nee, wij staan er niet op 2028. Dat durf Jan niet te zeggen, maar ik zeg dat gewoon hardop. Wij staan er wel 2032. Dan heb jij andere dingen gehoord. Nee, we hebben gehoopt. We horen eruit. We hopen dat we er staan. Hey, en betekent deze. Wat betekent dit gebrek aan subsidie voor de komende 100 afleveringen voor de podcast, Michael? Voor de podcast helemaal niks. Ik als ouder moet een flinke portemonnee hebben. Ja, want kan je daar eens op inzoomen, Michael? Want jij bent de vader van een jonge speelster die hier heel veel ambities heeft. Wat gaat het voor jou persoonlijk betekenen? Geen flauw idee. Het maakt ook niet lullig bedoeld, maar het maakt ook geen reet uit. Aan het einde van de rit ga ik het neerleggen. En gaat in ieder geval mijn dochter gewoon door met spelen. Zijn alle andere ouders, die hebben hetzelfde voornemen. En willen we allemaal het beste voor ons kind. En zullen we gewoon moeten zorgen dat badminton gewoon door kan gaan. Er zijn geen andere opties. Dus, en dat gaan we ook gewoon doen. En er zitten heel veel mensen met een badmintonhart. Waarvan ik weet dat ze veel geld in het badminton hebben gestopt. Hey Robert. Heel veel. Die ervoor zorgen dat we gewoon door kunnen. En ik zou eerst eens ergens anders op willen terugkijken. Dat is namelijk de eredivisie. Daar moeten we namelijk ook het een en ander gaan veranderen. Ja, mag ik toch even? Want ik vind het fijn een podcast. Maar ik merk dat er weinig kritiek is. En het was dus op dit moment dat de podcast net even een andere wending kreeg. Helaas is er voor deze week de tijd op, maar luister volgende week naar deel 2 van deze 100ste podcast. Volgende week hoor je onder andere... Daar ben ik super pislink over. Ik heb het heel moeilijk met badminton Nederland. Dus ik bedoel... Ik grijp even in, Jan, want ik vind het bestuurlijk... snap ik dat, want ik zit ook in een bestuur, dus dan praat je zo. Ons leven is echt zwaar als vereniging onder de vlag van badminton Nederland. Kortom, mis niks en luister volgende week naar deel 2.